In de naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. In deze aflevering gaan we kijken naar een vers uit Filippenzen. Filippenzen is geschreven door Paulus. En in deze vers zegt hij: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Deze staat in Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 6. Altijd als we een probleem hebben, bang zijn, gestrest voor een toets, een moeilijke beslissing moeten nemen, dan gaan wij altijd naar mensen om ons heen. Dus dat we bij vrienden zeggen van, oh, ik heb dit, ik weet niet wat ik moet doen, ik ben super bang dat het me niet gaat lukken, of ik moet solliciteren en ik weet niet hoe ik dat ga doen. Allemaal dat soort dingen. Soms begrijpen de mensen om ons heen niet wat ons probleem is of waar wij mee zitten. En dan voel je je heel erg alleen. We moeten daar eigenlijk mee stoppen. We moeten gewoon denken, stop daar gewoon mee en bid. Want God die hoort ons. Hij weet dat wij het moeilijk hebben. Hij weet dat wij bezorgd zijn. Hij weet dat wij niet weten wat we moeten doen. En juist als we bidden en smeken en dankzeggen, dan gaat Hij ons rust geven. De vers na deze vers, dus vers 7, die gaat als volgt. En vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Jezus Christus. Dit staat in Filippenzen hoofdstuk 4, vers 7. Dus, als wij bidden, dan krijgen wij rust en vrede. Dus spreek gewoon met God en hij is bij jou. Hij gaat jou gewoon helpen in waar je het moeilijk mee hebt. Er is ook een hele mooie foto, ik weet niet of iemand dat heeft gezien, van Jezus die klopt op een deur. Het is Jezus die klopt op onze harten. Maar omdat wij zo erg bezig zijn met bezorgd zijn en het probleem, doen wij niet voor hem open. En blijven wij in dat cirkeltje van bezorgd zijn. Er is ook een andere mooie vers, die staat in Matteüs hoofdstuk 11, vers 28, die zegt: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven. Dus naast dat hij ziet wanneer we bezorgd zijn, ziet hij ook wanneer we vermoeid zijn en rust nodig hebben. Het enige wat wij hoeven te doen is voor hem open te doen of naar hem toe gaan en wij krijgen dat. Dus nog een keer de hoofdvers, die gaat als volgt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles door bidden en smeken. Met dankzegging bekend worden bij God. Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 6. Bedankt voor het kijken en graag zie ik jullie terug bij de volgende aflevering.